De expositie Beyond Bondage, die gisteren is geopend in de Raditex Art Gallery, moet de eenheid binnen de samenleving bevorderen. In deze expositie wordt middels een speciale selectie kunstwerken van verschillende kunstenaars aandacht gegeven aan de herdenking van 160 jaar Kitty Kotti op 1 juli dit jaar. Curator Kenneth Vleiders vertelt dat de expositie onze bewogen slavernij en koloniale geschiedenis in beeld brengt. Maar het toont ook werken die reflecteren op de manier waarop we als gemeenschap voorbij die zware historische bagage gegroeid zijn en blijven doorgroeien. De boodschap is dat we van het verleden geleerd hebben. Ja? En als je kijkt naar dan de werken, dus ik hoop dat je dan de werken laat zien, dat veranderingen komt in ons zijn hier in Suriname. Weet je, dat is ons streven ook om één te worden en samen te werken met elkaar en elkaar te begrijpen en naar een bepaalde richting toe gaan. Weet je, dus dat is eigenlijk de bedoeling van deze expositie. Kunstenaar Dheeraj Ramsamuj, die binnen deze expositie 6 kunstwerken heeft gemaakt, geeft aan dat bij deze expo het duidelijk moet zijn dat door de plantagecultuur van het verleden de verschillende groepen naar Suriname zijn gebracht. Als er geen plantagecultuur was, zouden geen van ons hier zijn, meent de kunstenaar. De expo moet tot uiting brengen dat ondanks moeilijkheden uit het verleden de verschillende groepen toch een à la Condré-cultuur hebben kunnen vormen. We overstijgen het hokjesgedeelte. We gaan over naar een gemeenschappelijke identiteit. Een nationale identiteit en daarna in dat context kunnen we dat werk plaatsen. Want bij een van mijn werken, die is getiteld Winawang. En de verschillende lianenstructuren vereist er een vuist. Een lian is iets dat niet op zichzelf kan staan. Het heeft steun nodig van bijvoorbeeld een boom. In dit geval zijn ze bij elkaar gebracht, geweven. En ze steunen elkaar. Zo moet je zien dat de verschillende groepen in Suriname elkaar ondersteunen om één vuist te vormen. De werken in de expositie Beyond Bondage verwijzen naar onderwerpen zoals slavernij, kolonialisme en onderdrukking. Maar de nadruk ligt vooral op het heden. De nalatenschap van onze voorouders en het samenkomen en samenwerken als één volk. Met als doel een betere toekomst voor ons allen.